Nou, dit was een van de laatste momenten, vind ik, dat je, nou ja, cadeautje niet, want je moet het altijd verdienen. Maar dat je jongens die hard getraind hebben afgelopen twee weken en fit zijn, dat je die ook een minuut kan geven in het eerste elftal. Ja, en dat is natuurlijk, nu is dat voorbij, want nu gaat het puur om een team gaan bouwen. Terwijl je op dit moment nog bezig was met iedereen ook minuten geven. Maar ook een paar blessuregevalletjes, toch? Ja, er zitten altijd ook wel een paar blessuregevallen tussen. Ja, maar ook nieuwe blessures dacht ik te zien. Bijvoorbeeld met Joey Veerman bijvoorbeeld. Ja, Joey had wel, die had anders gewoon gespeeld. Dus die had wel wat last, maar dat is niet dusdanig, schat ik in. Die zal maanden gewoon in kunnen stromen in de training. En dat geldt voor Marco Tol ook. En Marco Tol die hadden wij voor het weekend al rust gegeven. Dus wat dat betreft zitten er altijd wel jongens tussen die wel pijntjes of oudjes hebben. Maar ook jongens die je dus op dit moment rust geeft, zoals bijvoorbeeld de keepers. Als ik heel even mag ingaan op de wedstrijd van vandaag. Ik weet het, het zegt niet zo heel veel, zo'n oefenwedstrijd, maar toch. Ik vond opvallend veel lange ballen gespeeld worden. Is dat ook een manier die jij een beetje in de ploeg wil slijpen? Nou, ik vind niet dat we dat in de ploeg moeten slijpen. Maar we moeten wel herkennen waar de tegenstander mogelijkheden laat. En op het moment dat deze tegenstander bijna één op één door gaat dekken wat ze deden op momenten. Als je dan diepe loopacties hebt en de bal erachter legt. Nou, dat hebben we eigenlijk ook de eerste helft gezien. Dan loop je achter elkaar, loop je er langs. En als je dat dus effectiever bent, dan maak je de eerste helft 6-7 goals. En dus moet je spelen naar welke mogelijkheden die wedstrijd liggen. Maar nee, laten we alsjeblieft niet alleen maar lange ballen gaan spelen. Maar dat het een wapen kan of moet zijn, of een toegevoegde waarde, ja, dat vind ik wel. Vandaag Anthony Beresteyn, hij had de 10 achter op zijn t-shirt, maar hij speelde ook op de 10 positie. Vind jij hem meer een 10 of toch een linksbuiten? Nee, kijk, je probeert altijd dingen in de voorbereiding. En Anthony kan linksbuiten, maar we weten ook dat hij redelijk balvast is. Hij kan ook als middenvelder spelen. En dan ga je dat ook een aantal momenten ga je dat proberen. En dat is dan deels is het iedereen ook weer zijn minuten geven. Maar soms ga je ook dingen proberen van nou, kijken hoe dat ervoor staat. En ja, de afgelopen week laten jongens een indruk achter. En dat is bij hem een goede indruk. Dus ja, dan ga je hem ook een keer op middenveld proberen.